Nacho, het gaat beginnen, jouw avontuur bij Feyenoord. Klopt, klopt. Met welk gevoel ben jij binnengekomen? Met heel blij gevoel dat ik hier mag spelen. Ik mag mezelf nu Feyenoord noemen. Ik ben heel trots op, ik ben heel blij. En ja, we gaan kijken waar de tijd ons brengt. Vorige week nog speelde je tegen Feyenoord. Hoe was dat? Ja, het was natuurlijk wel gewoon leuk om te spelen tegen een club die interesse heeft. Alleen was het nog niet rond. Nu het rond is, kijk je wel naar een ander gevoel, naar de wedstrijd. Maar ik heb van de wedstrijd genoten. Ja, ze hadden interesse in je. En Feyenoord heeft de laatste jaren geïnvesteerd in de scouting. Wat doet het met jou dat jij door middel van zorgvuldige scouting uiteindelijk de aangewezen man bent geworden? Nou, dat doet zeker wel wat met me. Het zegt dat je op de goede weg was en dat je dat nu zeg maar vast moet houden. En dat ze je hebben zien spelen, zegt ook wel wat over dat ze je tijd in hebben gestoken. Dat ze natuurlijk zijn komen kijken, ze hebben beelden van je gezien. En ze hebben het opgelegd bij de trainer en bij de staf van het eerste. En nu ben ik hier. Ja, en gisteren was je hier ook, want gisteren was de klassieker. Hoe heb jij die beleefd? Nou, klopt, het was natuurlijk uitverkocht. En de teammanager die had nog natuurlijk zijn nek uitgestoken voor mij om nog 2 kaartjes te kunnen regelen. Daar ben ik heel dankbaar voor. Natuurlijk een speciaal moment dat je nu bij Feyenoord speelt en dat je dan gelijk een klassieker mee mag maken met de vibe, de sfeer. Dat is natuurlijk prachtig. En in die klassieker speelden ook een aantal jongens bij Feyenoord. Je hebt ook al meegetraind, die jij ook al langer kent. Klopt. Kan je daar wat over vertellen? Ja, natuurlijk zijn best wel jonge jongens natuurlijk die daar spelen. Quinten, Lucia, daar heb ik persoonlijk zelf mee gespeeld. Tabouni is er ook bij gekomen en die hebben me vandaag ook goed opgevangen op de training. Ik heb met ze getraind, was leuk, was goed. En nu gaan we kijken wat we nog door moeten ontwikkelen. Als je dan binnenkomt, hè, je komt nieuw, is het dan ook zo dat je een liedje moet zingen, klopt dat? Ik heb nog geen liedje gezongen en ik hoop dat het ook niet hoeft, eerlijk gezegd. Oké, want je bent geen echte zanger? Nee, hou ik liever op het veld. Dan over jou als speler. Je bent multifunctioneel inzetbaar, zowel als middenvelder als verdediger. Op dat gebied een beetje vergelijkbaar met Geertruida? Ja, natuurlijk. Hij speelt ook op achter, hij speelt ook op het middenveld, hij speelt achter. Ik kan hetzelfde. En ik denk dat we een beetje concurrenten van elkaar zijn. En ik denk dat we elkaar alleen maar sterker daardoor gaan maken. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Ik ben een speler die heel van de bal zijn. Creatief, ambitieus. Ik hou ervan om oplossingen te zoeken. Of met het team of zelf. En ik hou gewoon van voetbal. Dat is het enige wat telt. We zagen bij FC Groningen dat je ook met je linkerbeen goed uit de voeten kan. Die bal onderkant lat. Maakt dat jouw multifunctionele inzetbaarheid nog groter? Ja, ik denk natuurlijk, iedereen kan wel met zijn verkeerde been wat, maar ik denk dat ik niet onder de maat doe als ik zeg dat mijn verkeerde been ook best wel goed is. En dat ik daar zeg maar daardoor op meerdere posities kan spelen. Ik benoemde even FC Groningen. Met welk gevoel verlaat jij FC Groningen? Ik ben midden in het seizoen weggegaan. Het voelt een beetje alsof ik ze in de steek heb gelaten. Maar aan de ene kant moet ik ook kijken naar mezelf. En nu kan ik mezelf doorontwikkelen. Nogmaals, ik ben goed opgevangen daardoor. Ik heb een goed 1,5 jaar gehad en nu is het tijd voor Feyenoord. Ja, je hebt je kunnen ontwikkelen, 52 wedstrijden. Wat wil je hier dan nog ontwikkelen? Hoe wil jij je verbeteren? Natuurlijk, ik ben een jonge jongen. Ik ben nog niet helemaal doorontwikkeld. Dus ik kan nog veel leren, veel doorontwikkelen. Vooral met deze trainer die heel goed beeld bij mij heeft. Ik heb een heel goed beeld bij hem en ik ben bereid om alles te geven samen met hem. En je komt binnen bij Feyenoord, terwijl het goed gaat met de club. Feyenoord staat bovenaan, is door in Europa en in de beker. Klopt. Hoe is dat voor jou? Het is natuurlijk heel leuk omdat je nu ook Europees kan spelen. Je zit nog in alle 3 de competities. Dus voor mij, ja, ik ga niet zeggen, ik neem heel veel druk met je mee, maar het is toch wel iets dat speelt, zeg maar. En wat zijn jouw doelen hier bij Feyenoord? Zoals ik al zei, ik ben heel ambitieus. Ik ben naar Feyenoord gekomen om door te ontwikkelen. Om uiteindelijk te gaan spelen met de club, met de boys, met de staf. In de komende jaren gewoon om prijzen te pakken. Je bent natuurlijk wel de top 3 van Nederland, dus daar moet je ook gaan voor spelen. En dat ga jij doen met een bijzonder nummer op je rug, nummer 28. Wat is daar het verhaal achter? Er waren een paar nummers over en ik vond dit een heel mooi nummer. En natuurlijk, Jens heeft het gedragen. Die heeft heel veel positieve dingen hier gebracht, heel veel positieve dingen gedaan. En nu is het aan mij om te kijken of ik dat ook kan. Hopelijk ligt er een grote toekomst voor jou in het verschiet met dat rugnummer. Ik hoop het ook. Ik zag ook een andere, kleinere Casan Wirjo met dat nummer hier rondlopen. Klopt.
Dat was je broertje? Ja, klopt. Nee, dat was een heel leuk idee van de media dat hij ook een zusje zou krijgen. Ik open het interview met je naam, maar je stelde je ook hiervoor als Nana. Wat heb je liever hoe we jou noemen? Mij maakt niet echt uit. Ik denk dat Nana wat makkelijker is voor de mensen die me nog niet zo goed kennen. Ik denk dat Naraisje wat moeilijker gaat zijn in het begin. Maar als je erop oefent of ja, je wilt het niet zeggen, mag je altijd Nana zeggen. Dat is wat korter en makkelijker. Kan je misschien ook in het stadion mooie liedjes op verzinnen. Klopt. Oké, ga ervan genieten, man. Dankjewel.